Ik heb hier 125 gram boter in de schaal. 125 gram basterdsuiker. 3 gram zout. Een half ei. Een eetlepel water, oftewel 15 gram. En tenslotte 250 gram patentbloem. 10 gram bakpoeder. Dat is een fonceerdeeg geschikt voor een Bretonse appeltaart. Want die gaan we maken. Ik ga maar beginnen. Stella, ga jij maar gewoon kijken hoe ik het deegje in elkaar zet. Boter en suiker met het zout worden gemengd. Ik help de mixer even, want de boter die haalde ik net uit de koelkast. Nu gaat het halve eitje erbij, weet je nog wel? Dat gaan we er doorheen mengen. Nu gaan we de 250 gram patentbloem erbij doen. We gaan het neer mengen stellen. We doen dan ook even de bakpoeder erbij, de 10 gram bakpoeder. Die hebben we gezeefd. Nou, dat beetje water stellen, zie je? Een eetlepel, maar die hebben we voor de zekerheid gewogen. Wij bakkers zijn heel precies, tot in het absurde toe. Zo, kijk, in het laatste deel doen we gewoon even op tafel. En dan heb je die losse berg deegkruimels hier liggen. Dit vind jij lekker, is het niet? Nou, proef maar, dat mag wel een keer. Het is ook heel erg lekker. Nu kneden we dit deegje, de laatste fase. En nu hebben we een fonceerdeeg om straks, na 2 uurtjes rusten, kunnen we hem uitrollen en in de taartpan doen. Dit leggen we zo weg, dat heet besterven, oftewel lekker laten rijpen. Dus dan kunnen de grondstoffen aan elkaar wennen. En dit gaan we in de koeling wegleggen. Pakken we een stukje aluminiumfolie of plastic. Nog een klein stukje stellen. Dit gaan we dus wegleggen in de koeling. We zetten hem op 180 graden. Nou is iedere oven weer verschillend. Dit is met luchtcirculatie. Dus een oven met stilstaande warmte zou je er 10 of 20 graden bij kunnen doen. Dan gaan we een apparij maken van 100 gram suiker, 60 gram gesmolten boter, 30 gram maizena, 2 eieren en 2 dooiers. Ja, en het belangrijkste vergeet ik, sorry, een vanillestokje uitgeschraapt. Dus die gaat er doorheen. Dus het kenmerk van een Bretonse appeltaart is de vanillesmaak. Daar maken we een sausje van, dat kloppen we glad. De klontjes van de maizena, die moeten er echt uit zijn. En dan met een eetlepel draperen we de saus, de apperij, hè, over de appel heen. Die appeltaart zit dan vervolgens ruim een uur in de oven. Dat komt omdat het vocht van die appel gaat zich vermengen met die apperij. En dat duurt dus vrij lang voordat die taart van binnen, dat het vocht weg is. Dat kan je controleren. Dat krijgen we zo meteen te zien met een mes eventjes erin steken. En als dat mes dan schoon is na ruim een uur, dan gaat die uit de oven. We zijn een uurtje verder en we gaan nu het deeg even aankneden, want hij heeft in de koelkast gerust, gerijpt. Het is aan de buitenkant dan vrij stevig, dus het is gewoon nodig om hem weer even lekker door te kneden. Nou, en dat kan eigenlijk alleen maar gewoon met de hand. Ja, Stella, ik weet dat je het lekker vindt. Zo. Ik heb hier een beetje bloem. Ik heb een heel eenvoudig rolstokje. Dat is gewoon een bezem van blokken die ik in vieren gezaagd heb. Een bezemsteel. Een rolstok met kogellagers gaat natuurlijk veel beter. Maar ik zal laten zien dat dit ook kan. Dan doe ik eventjes gewoon met de hand. Sorry. Zo. Lekker even die pan zijkant even met boter insmeren. Beetje bloem erboven en eronder. We gaan dit uitrollen tot eurodikte. Je ziet dat ik het rolstokje alle kanten uitstuur.
Kijk, ik blijf niet eindeloos doorrollen. Dus halverwege draai ik hem om. Bloem op de bank. Kijk. Hier zit nog een beetje dikte. Dat haal ik er even uit. Dus dat moet je gewoon met beleid doen. Nou, dit is het wel zo'n beetje. Het makkelijkste is om zo op de rolstok te rollen. Het taartpan neerzetten. En hem er zo in laten zakken. Zie je, Stella? En dan geven we het deeg een beetje mee. Dus dat die even zo... Dan kan je met de achterkant van een koksmes het deeg afschrappen. Ik doe dat maar gewoon even met de rolstok, want die heb ik hier ook. Nou. Dit is amandelspijs. 150 gram spijs. En dat hebben we nu maar eventjes zo kant en klaar. Dat gaat op de bodem van deze appeltaart. Dat heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats voegt dit heel wat aan de smaak toe. En dat laagje amandelspijs wat op de bodem van deze taart ligt, geeft de bodem een extra krokantheid. Ik heb het deeg dus uitgerold. Ik heb het erin gelegd. Je ziet dat ik heb het niet al te netjes gedaan. Hier is wat over, hier is wat tekort. En nou, dan doen we dat zo. En dat drukken we er voorzichtig in. Zodat er bovenop het fonceerdeeg een heel dun laagje amandelspijs. Dat is heel subtiel. Dat zorgt ervoor dat de bodem straks lekker krokant is. Want het vocht van die appels gaat niet door de amandelspijs heen. En je hebt natuurlijk een extra smaak. Nu staat dit klaar. De oven hebben we aangezet, weet je nog wel. En we gaan nu een kilo Jonagold appels schillen. Uitboren. En kleine blokjes ervan snijden. Wil jij me helpen? Kijk, Stella. Ik snij plakken. En dan reepjes. Zo, nou schuif ik het naar jou toe. Dan mag jij het zo in de pan gooien. Goed? Doe maar met twee handen. Kijk, je ziet dat je voor die ene taart heb je wel een kilo appel nodig. We maken er een beetje een bolvormige hoop van. Zo. Allemaal mooie, kleine, scherpe blokjes. En we gaan nu de apperij maken. Twee eieren, twee dooiers. 100 gram fijne kristalsuiker, tafelsuiker. We gaan nu het vernierstokje schrappen. Doe met een mesje met een fijn zaagtandje, zaag ik het door de midden. En dat schrappen we leeg. Gaat hierbij. Dat is heel belangrijk. Even nog een extra tip. Hebben we een leeg jampotje, daar doen we suiker in. En je snijdt het in twee stukjes. En je stopt deze stokjes erin. Dat laat je een maandje zitten. En je hebt vanillesuiker. Kijk, Stella, we gaan het klutsen. Zodat de... vanille, dat de stukjes vanille mooie, hele kleine puntjes worden. Nu hebben we hier de roomboter. Ja, ik zeg maar gewoon boter. Ik hoef geen roomboter te zeggen. Het is altijd roomboter. Dat gaan we even smelten in de magnetron. En dat gaat er gesmolten bij. Dat zijn maar een paar seconden. Dat gieten we erbij. En als laatste de 30 gram maizena. Ei, dat gaat stollen. In de oven. Die maizena die zorgt voor een extra binding. Kijk, dit moet ik heel goed klutsen. Zie je die kleine stukjes maizena? Die moet ik eruit klutsen. Nou, dit heet apperij. Ik verdeel het zo dat alles even de apperij aangeraakt heeft. Je zal zien dat straks die scherpe hoekjes van die blokjes, die krijgen een mooi donkerbruin kantje. De apperij, hij stijgt hier, dus hij staat net tot aan het randje. We zetten hem nu in de oven. Alsjeblieft. Zo, doe maar dicht.
Het is precies 2 uur. We gaan er tegen 3 uur nog eens even naar kijken. Misschien even een paar graden erbij. Of, dat is ook heel belangrijk, want iedere oven is natuurlijk verschillend. Wij geven ook met de temperatuur en de tijd ongeveer tijden aan. Want dat je niet dat heel strikt op gaat volgen en dat er een pikzwarte taart uit de oven komt. Want alle ovens hebben hun eigenaardigheden en eigen gebruik. Hij is aan het stollen. Zie je? De randjes beginnen al heel licht te kleuren. Je ziet nog niet veel aan de appel. De vanillepuntjes zie je. We gaan hem weer mooi terugzetten. Je mag best af en toe eens even kijken. Dit is niet een taart die instort. Ik vind hem eigenlijk mooi van kleur. Dus ik ga de oven een klein beetje terugzetten. Dat hij niet donkerder meer wordt. Maar dat hij ongeveer zo blijft. Maar dat hij dan toch nog even van binnen in het midden. Want hier is hij er natuurlijk wel. De kant is er. Maar in het midden moet hij nog even wat hebben. Dus de oven gaat nou zo naar zo'n 170 graden. En die laten we gewoon nog even 10 minuten erin staan. Hij gaat even fijn weer terug. Zo. Ik heb een potje abrikozen-sjem. En daar zit in 50% vruchten per 100 gram. En de rest is suiker met pectine, geleermiddel. Ik heb een potje abrikozen-sjem. Dat gaat even in een steelpannetje. Eventjes omroeren. Pannetje met een dikke bodem, dus het zal niet gauw aanbranden. We gaan nu de Bretonse appeltaart eruit halen. Hij heeft er wel degelijk een uur en een kwartier in gestaan. Dat is een enorme tijd. Ik zeg er even bij dat hij de laatste kwartier hebben we de oven even teruggedraaid naar 150. Zodat hij van binnen nog wel gaar werd, maar dat hij niet verder ging kleuren. Want je ziet, er zijn wat kleine stukjes appel die zijn behoorlijk gekleurd en dat is helemaal niet erg. Dus dit is hem. We gaan hem abrikoteren. Een abrikozenjam. Hier hebben we even voor, om de frisheid te benadrukken, 2 passievruchten doorgesneden en uitgeknepen. Dus er zit wat fris passiesap hier doorheen. Dat is een tip van zo'n halve maan. Want die kijkt dan wel eens over onze schouders mee. En die vindt dat, die zegt dat abrikoteren van jullie altijd die abrikozenmoes, doe nou eens wat anders. Dit is niet compleet passiemoes, hè, wat hij misschien wel zou willen, maar we hebben er wat passie bij gedaan. Dus dan frist het wel degelijk op. En je ziet gelijk, die taart komt onmiddellijk tot leven. De kleuren worden mooi diep. Hij glanst. Een lekkere royale laag abrikoospassie. We gaan hem er gewoon uit proberen te krijgen. Normaal gesproken zou ik zeggen, schuif hem op een schaal waar een klein beetje suiker opgestrooid is. En snij hem in puntjes. Een beetje crème fraîche of vanillesaus of ijs. Dit was hem.